Welkom iedereen bij deze nieuwe video. Vandaag is het weer feest, carnaval in Boemeldonk. Ik ben ook expres aangekleed met de Boemeldonkse sjaal. Ja, het wordt voor mij de 6e keer dat we hier naartoe gaan. Het wordt super gezellig, mooie optocht. Ik hoop dat het dadelijk stopt met regenen, want je weet vorig jaar nog, het was niet normaal, het was bakken uit de lucht. Maar ja, het zou droog moeten zijn. Ik hoor al mensen gillen, het is al gezellig. We gaan ervoor en heel veel kijkplezier. Ik ben hier met Deborah. Hallo. Gezellig en met een grote groep, maar die komt later. Ja. Er waren wat problemen met de treinen voor mijn aanrijding of zo. Ja. Nou ja, dat is niet leuk om te horen, vooral op zo'n feestelijke dag als vandaag. Maar wat ook wel goed nieuws is. Nou ja, goed nieuws. Hey, goedemorgen. Je hoeft niet meer te betalen voor een entree. Vorige keer met corona moest je een kaartje betalen. Voor mij iets van 5 euro, 4 euro of zo. Ja, zoiets. Ja, kijk eens. En gezellig dit. Maar ja, de entree hoef je niet meer te betalen. Ook al kost dat natuurlijk helemaal geen reet. Ik bedoel, je ziet van die prachtige wagens waar met man en macht aan is gewerkt. Ja. Voor weken, maanden. En het was het geld ook wel waard. Je sponsorde de mensen die dit allemaal organiseren. Juist, absoluut. Ja. En ik zou er alsnog wel voor willen betalen. Ja, je kan helaas niks kopen om de carnavalsvereniging te steunen. Er is natuurlijk wel in het begin een bak waar je dan geld in kan gooien. Dus dat is er wel gelukkig. Dus we kunnen altijd wat geven aan deze prachtige optocht. Om dan volgend jaar weer te gaan knallen met een nieuwe optocht. Want de datum is ook veranderd natuurlijk. Het is gewoon februari. En zo hoort het. Ja, toch? Zoals vanouds. Ja, voor het eerst in jaren ga ik op een andere locatie staan om naar de optocht te kijken. Omdat ja, natuurlijk als je verderop staat, dan komt de optocht veel later, logisch. Ze leggen een mooie route af. En ik zie al een kleine sneak peek van wat wagens die elk jaar weer verschijnen. We hebben net echt een half uur staan praten met een groep. Een groep mensen die vorig jaar helaas 4e is geworden. Maar ze hebben nu weer een hele mooie wagen. En ik ga vast verklappen. Volgend jaar gaan we dus hun wagen volgen op de voet. Hoe ze het allemaal in elkaar gaan zetten. En hoe die dan uiteindelijk gebracht wordt hier naar Prinsenbeek. Een beetje dat behind the scenes. Ja, dat wordt hartstikke leuk. Dus daar ben ik echt benieuwd naar. Gewoon eens wat anders dan alleen de optocht. Gewoon een beetje achter de schermen bekijken hoe zo'n wagen in elkaar wordt gezet. Heel interessant ook qua budgetten dat er 20.000, soms 60.000 euro wordt ingestoken in zo'n wagen. Dat ze ook materialen zelf betalen, maar het wordt natuurlijk ook gesponsord. Nou, de muziek wordt zelf gecomponeerd, de kleding wordt zelf gemaakt. Er worden tekeningen gemaakt. Heel dat team werkt samen. En ze zijn anderhalve maand bezig geweest aan de wagen, dag in, dag uit. Dus dat is echt respect. Heel tof. En wij gaan ervan genieten. Ja, en wij kunnen inderdaad ervan genieten, ja. En dan is heel zonde, op dinsdag wordt de wagen helemaal afgebroken. En alles, dingen worden verkocht, of bewaard, of vooral ja, afgebroken, gedemonteerd. Dus dat is wel zonde, maar ja, dat hoort er natuurlijk bij. En daar komen onze vrienden aan. Ze hebben niet door dat we hier staan. Ze hebben echt een leuk kostuum. Jeffrey is dus als het jongetje uit It. Zo leuk. Geweldig dit. You all flow too. Oh, wat. Maar je bent niet eigenlijk It, hè? Nee, ik ben eigenlijk Georgie. Georgie. Ik moet mijn arm er ook afhakken. Oh ja. Geweldig, wat een kostuum ook gewoon. Dat ik wel. En het is natuurlijk, vorig jaar was het regen. Ja, daarom dacht ik, want ik doe nu gewoon een regenpak aan. Dus zodra de regen komt, ben ik gewoon beschermd. En Roman, ja, jij hebt gewoon je dagelijks, maar dat is ook leuk. Kom daar. Ja. Goed gekeurd. Ja, toch? En, ik heb maar goed eens uit de kast getrokken en ik vond het best. Ja, het is een beetje hippie. Ja. Ja, toch? Ja, soms wel, hè? Ja, lekker. De kaarten hebben we uw hulp nodig. Steun ons, doe wat in het zakje. Als je geen contact bent, gebruik de QR. Wat geld geven van de beste bezoekers op deze zondagmiddag, welkom in Boemeldonk. Wij presenteren met hele grote trots aan jullie de grote Boemeldonkse optocht. Volgend jaar Toch beginnen ze mee? Thank you.
kleine verenigingen. En later wordt het grote bouwers, dat hoop je natuurlijk. En dan gaat het natuurlijk voor de A en de B wagens. En als het goed is, zijn er nog wat kinderwagens. Daar zijn er echt heel veel. Nou, de kinderoptocht is langer dan normaal voor mijn gevoel. We gaan nog helemaal door tot een sultan dadelijk. Het is een iets oudere groep. We gaan door naar Spanje, geloof ik. Mooi hè, die jurken. Kleding wordt vaak door een groep gemaakt. De volgende wagen die eraan komt is een A-wagen, zo te zien. Ja, echt gigantisch, een grote stier geloof ik. Hij is niet meer te houden en dwars door het hek. Hij brengt hem naar de macht toe, want daar is het een festijn. De mensen schokken zich wel. En zonder het is een zonnetje. Ik wil eens gaan. Op mij zijn niet te houden, dus kan wij er achteraan. Het is een zonnetje, we gaan er op mee. We gaan het feestje bouwen, ik ga allemaal naar het café. En hij is een element. Hij loopt op heel veel volk, maar hij is al snel gewend. Hij draagt de hele dan de bouw van de wagen. Fantastisch. Goed werk, goed de best gedaan. Gelukkig zijn ze er. Oké, we gaan gewoon verder zo. Ah, jammer. Shit, sorry. Shit, sorry. Is ook. Ja, weet je, mensen denken ze allemaal leuk confetti en zo, zegt hij. Maar ik zie alleen maar troep. Ik, ja? Ja, het zal beroepsdeformatie zijn.
ik ben wel een op geweest. Maar toen kwam Justin Bieber en toen ging ik niet meer. Wel betere muziek nu, dat geeft. Dit jaar is er niks aan de hand. Ja, inderdaad, corona wel redelijk, nou ja, voorbij wil ik niet zeggen, maar het is wat rustiger. Wordt eigenlijk geknuffeld hier. Het is allemaal in de kooi hier. De beste val is carnaval. Ja, dat is prachtig. Welkom in carnaval! Dag Iske! We zitten in de carnaval! Oh, de sleutel ook gewoon, kijk! We zitten in de val! We zitten in de carnaval! We zijn er één grap! We willen eruit! Dat lukt niet! Dat is Sophie! Leuk toch? Dik slot erop ook. Ja, die jongen die in de skipak staat daar, die volgt mij al 6 jaar. Hallo! Leuk, leuk. Komt net naar me toe voor een foto, super lief. We gaan naar de jungle. Misschien is wel de aapjes, of niet? Oh,
mooiste hoor. Absoluut. Maak van ons. Dankjewel, heel succes. Bedankt jullie te zijn, hè. Jo. Houden. Veel plezier, hè. Jongen. Wildentuin Mierseldreef. Wagen 31. En er horen een aantal wagens bij elkaar. Geef ze los, laat
Jezus. Het zal mijn worst wezen. Nee, wie anders niet. Ja, prachtig dit. We kijken de afwerking ook achterop. Schitterend. Het is fantastisch, deze wagen natuurlijk volledig gericht op Nintendo. We zetten alles op het spel. Oldschool arcade hallen hier, CV geen idee. Goed gedaan.
gedaan, goed gedaan. Waren 40, nou ja, waren nummer 40. Wij trekken alles uit de kast. Daar trekken we dit jaar alles uit de kast. Staat 36 meter. Even meten, meten is weten, zeggen ze. We meten altijd met 2 graden. Ah, kom uit rood, jongens. Hey. Is dat goed? Prachtige wagen. We hebben hem al in het begin van de video gezien. Maar nu een levende lijden in beweging. Met iedereen erop. Poppen die bewegen. En het vertelt ook een heel leuk verhaal. Ik vind de smink ook ontzettend mooi. Kleding prachtig gedaan. Wat doe jij nou raar? Je moet die zitten kijken, maar feest het met elkaar.
Want nu ga jij ons nadoen en dan maakt ons niet blij. Dus kom maar lekker meedoen, want jij hebt een pijn. Vind de rij dat ik dik zie? Nummer 48. Ah, ziet er goed uit hoor. Leuk, leuk. CB, de katzenwiel. Demonstreren voor ons. Kijk nou.
een hele mooie wagen. Die werkt met hologrammen en met lichteffecten. En deze wagen had ook gevraagd of ze een beetje achteraan konden aansluiten. Als het dan schemerig zou worden, dan, ja, dan valt het wat beter op. Heel mooi, want dat zien we niet vaak bij de optocht in Prinsenbeek. Leuk, hè? Dat was zeker, mooi. Zeker. Mogen we wel wat sneller door? Het mocht echt, gaan jullie niet zien in de video. Nee, het liep echt soms pauzes van een kwartier, 20 minuten ertussen. We hebben lang gestaan. Het is inmiddels over 5 uur. Zo lang hebben we voor mij nog nooit hier geweest. Ja, om af en toe de waas te bekijken en zo. Maar het was wel heel erg mooi. En ontzettend respect naar de bouwers die toch in een korte periode, 5 maanden korter, heb ik uitgerekend, konden bouwen.
Ja, we hebben het goed gedaan. Ja. De kwaliteit die heeft er zeker niet onder geleden. Nee, dus, zeker. Prachtig. Wat echt heel mooi, goed. Heel mooi. Nou, hopelijk vond je dat ook een mooie video. Laat dan vooral even een duimpje achter. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat zeker. Volgend jaar keren we absoluut weer terug naar Prinsenbeek. Houdoe! Houdoe! Houdoe!